Welkom weer bij een nieuwe video van de Warmerie. Door omstandigheden heeft deze video wat langer op zich laten wachten. Maar uiteraard blijven ik en mijn wormen actief. In deze video zal ik mijn wormen een heerlijk maal bereiden. Wat voor ons als mensen als afval wordt gezien, daar smullen de wormen van. Kiwis, eierschalen, bladafval, aardappelschillen, sla en ook koffieprut. Het is in dit geval wel wenselijk om handschoenen te dragen. Het blijft voor ons natuurlijk afval en er kunnen schadelijke bacteriën in zitten. En dat zal ook blijken bij de volgende ingrediënten. Maar eerst gaan we dit afval malen. Uiteraard is dat niet noodzakelijk, maar voor de wormen maken we het voedsel daarmee veel toegankelijker. We creëren daarmee meer oppervlak, zodat de micro-organismen het beter tot een voer voor de wormen kunnen maken. Ook voeg ik droge, gerijpte konijnenmest toe. Dit is door de tijd ontdaan van urine en zodoende alleen nog vezelig. Dit heeft hetzelfde effect als vergane bladeren. Alles even goed mengen en dan is het straks tijd voor het volgende ingrediënt. De hardere stukken nog even verwijderen. Het volgende ingrediënt is gedroogde en gerijpte paardenmest. Ook dit is gerijpt en daardoor al vergaan tot een soort van compost. U begrijpt wel dat handschoenen nog steeds wenselijk zijn. Het is goed dat u erop let dat u wormen vindt in de paardenmesthoop. Daaruit blijkt dat er geen ontwormingsmiddel meer in de mest aanwezig is. Wanneer ik de bak open, zien we direct mooie, zwarte, losse compost. Dit is door de wormen omhoog gewerkt.
en direct daaronder zijn de wormen nog druk voor ons aan het werk. Zoals u ziet bevinden de meeste wormen zich aan de zijkant of in de hoeken van de bak. Door niet al te veel te voeren, kunnen we goed in de gaten houden of het aangeboden voer is verwerkt. Dan gaan we de bak weer donker maken en kan deze weer een week aan het werk. Ik hoop snel weer een video te maken. Vond u deze video nu leuk? Vergeet hem dan niet te liken. En u te abonneren voor de volgende video's. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video.